Hoe gaat het met je? Heel erg goed. Hoe gaat het met jou? Ja, ook goed, dank je. Ja. Leuk om hier te zijn, leuk om met je te praten. Ja, ja, mooie plek is dit, hè? Ja, het is schitterend. Kijk eens even. Dit is volgens mij een van de mooiste plekken van Nederland. Laat ik zeggen, een van de mooiste plekken van Twente. Dus een van de mooiste plekken van de wereld. En toch? Wou ik zeggen, want jij hebt echt een warm hart voor dit deel van Nederland, hè? Ja. Absoluut. Terwijl jij, zeg maar, zo'n, zoals je het zelf zei, vagabond bent. Je reist de hele wereld over. Ja, ik ben geboren in Londen, zoals je misschien weet. Mijn vader was Engelse componist. En toen ik 3 was, dus een klein jochie, nog net niet met viool, kwamen zij naar mijn ouders, mijn moeder Annie, Blenker-Bleidenstein uit Oldenzaal. Toen zijn ze verhuisd vanuit West Hampstead in Londen naar het Stift bij Weerselo. Dat is echt het hartje van Twente. Dus ik ben helemaal opgegroeid in Twente. En toen ik 11 was, kwam er sprake van, ja, nou Daniel, het gaat toch wel goed, hij heeft toch wel zeker talent. Wie is dan de vioolleraar in Nederland? En dat bleek te zijn Davina van Wely. Toen ben ik vanaf mijn 11e iedere week, eerst op woensdagmiddag en uiteindelijk dan hele weekends, eerst met de ouders in de auto, uiteindelijk alleen met de trein, naar Amsterdam gegaan. Ja. En ik moet bekennen dat toen ik klein was, wou ik niks liever dan weg uit Twente. Maar ik dacht, het gebeurt allemaal elders, hè. Ik moet naar Amsterdam en verder. Maar naarmate je heel een beetje ouder wordt, helemaal niet zoveel ouder, maar net een klein beetje, begin je te zien dat Twente toch wel heel erg mooi is. En niet alleen mooi, maar dat mensen ook nog eens heel erg lief zijn en warm en hartelijk in Twente. Oh, dat is niet overal zo. Wat fijn om te horen. Ja, dat is niet overal zo. Dat is geweldig. Maar weet je wat ook zo mooi is? Is dat jij dat gevoel van thuiskomen altijd wel een beetje hebt hier, hè? Ja, ja. In datzelfde jaar dat ik op kamers ging, zijn mijn ouders verhuisd van het Stift naar Oldenzaal. Maar natuurlijk bleef altijd, wanneer we naar het Stift kwamen, bleef een soort bijzonder moment. Het is ook in de familie een heel iconische plek. Mijn ouders zijn getrouwd op het Stift. Ik heb mijn eerste recital daar gespeeld. We woonden tegenover die kerk op het Stift. Als ik studeerde in mijn kamertje rechtsboven, keek ik uit over het Stiftsplein en die kerk was daar. Mijn vader is ook lichter op begraven, dus op allerlei manieren, persoonlijk en muzikaal. Het Stift natuurlijk zit echt geworteld in ons hart en in de familiegeschiedenis. Dus, inderdaad. Het Stiftfestival. Volgend jaar al 15 jaar, hè? Ja, ja. Dat is eigenlijk ook wel een van de redenen waarom we nu op Twickel afgesproken hebben. Toch? Leg even uit, ja. Want volgend jaar speel jij niet alleen tijdens het Stiftfestival op het Stift in Weerselo. Ja, precies. Maar je betrekt dat doe je al wel een beetje, allerlei andere locaties erbij, ja, hè? Ja. Maar precies. Volgend jaar ook. Ja, ja. Yeah. Deze schitterende plek. Nou ja, het streven van Stift was aan het begin, dus inderdaad 14 jaar geleden, op zo'n mooie plek in Twente toch wel de meest spannende muziek te horen. En toen zijn we gaan denken, hoe kunnen we het Stiftfestival uitbreiden? En voor mij was een hele logische volgende stap was om niet alleen Stift, maar ook andere iconische, schitterende Twente plekken erbij te betrekken. Dus de eerste broederplek werd de Pelgrimersbasiliek. En toen kwam daarbij de Grote Kerk in Enschede, natuurlijk ook schitterende akoestiek. En toen kwam Landgoed Zingraven in Denenkamp met die mooie watermolen is erbij gekomen. En toen zijn we fietsconcerten gaan doen, dus allerlei schitterende plekken. Maar één hele bijzondere plek ontbrak nog. Dat is deze. En om welke reden ook heeft het tot nu geduurd dat we ook inderdaad dus de kans hebben Twickel erbij te betrekken. En ik moet even voor de goede orde, deze zomer, dus laatste week augustus van deze zomer, is het 14e. Ja? En dan is Twickel nog niet erbij betrokken. Wel al die andere schitterende plekken. Inmiddels, Daniel, jij bent zelf ook een inspirator, hè? Jij geeft masterclasses, je ontmoet enorm veel mensen. Hoe is dat? Het is altijd leuker om degene te zijn die geïnspireerd wordt, moet ik zeggen. Natuurlijk, want als je met iemand bent die jou inspireert, dan gaan er nieuwe uitzichten gaan open en je ziet nieuwe dingen.
om te inspireren, ja, soms merk je het niet zo, hè. Je merkt niet zo als je aan het inspireren bent. Je doet gewoon je ding. En ja. De ene persoon kan het koud laten, de ander is misschien wel op een gegeven moment daardoor geraakt op een of andere manier. Maar als je bijvoorbeeld een masterclass geeft en je ziet jonge mensen om je precies. heen. Zeker. Nee, ik wou zeggen dat aan de andere kant, ik geef ook les. Hè, aan de Royal College of Music in Londen, wat een hele beroemd conservatorium in Londen. Maar als ik daar binnenstap om les te geven, denk ik ook niet van, oh ja, god, ik ben nu professor aan de Royal College of Music. Wauw. Dan denk ik van, oh ja, shit, ik ben een beetje laat. Ik ren naar boven, student staat te wachten. Oké, die moet dat. Dus je bent bezig, hè. Je staat er niet zo bij stil. Maar ik moet zeggen, ik heb een super leuke klas daar. Met studenten uit de hele wereld, die mij ook inspireren. Het is een kleine klas. Ik heb er 5 of 6 afhankelijk van. Ja, wat meer kan ik ook niet doen. Omdat ik natuurlijk vooral aan het spelen ben. Ja. Maar ik moet zeggen, die 5, als zij goede week hadden. Ze konden wat studeren. Dat moet je ook maar zien. Maar als dat zo was, dan zijn zij soms degene die mij ook weer iets leren. Wij zijn hier met nog een reden. Ja, aha. Wat leuk. Beste Daniel, namens de Stichting Cultuurprijs Overijssel laat ik je met trots weten dat jij bent genomineerd. Nou, fantastisch en eervol. Hier, het publiek is mede bepalend. Exact. De jury heeft een belangrijke stem, maar het publiek ook. Dus mensen kunnen stemmen. En daar is al een heel traject aan vooraf gegaan en dat, nu moet er gestemd worden. Dat is nog veel leuker natuurlijk, dat het echt komt van het publiek, van de mensen. Ja. Leuk, groot spannend. Dus we gaan jou weer zien. Wat er eerst aan zit te komen, natuurlijk zeer nu in the front of my mind, is het 14e festival. Ja. Laatste week van augustus nu. God, hoeveel concerten hebben we? 25 of 30 concerten? In 10 dagen, ja. Waanzinnig. Precies. Dus ik denk als mensen ook maar enige interesse hebben in live muziek, klassieke live muziek, dat het wel iets is om een keertje mee te maken. Ja, en jij bent zo dynamisch. Dit is echt uniek. Ik wil jou hartelijk danken en feliciteren. Leuk om jou te spreken. Nee, leuk. En we zien je zeker terug deze zomer. Ik hoop het. Dankjewel. Dag.